Breda Nu. Je weet het meteen. Iedereen heeft recht op onderwijs. Tijdens de dag van de leerplicht kregen leerlingen van groep 8 te horen waarom het zo belangrijk is om naar school te kunnen gaan. Ja, het is de dag van de leerplicht, maar ik zeg altijd liever de dag van het leerrecht. Want in Nederland hebben alle kinderen en jongeren recht om te leren, om naar school te kunnen. En wat ik belangrijk vind is dat jongeren ook echt op de school zitten die bij hen past. Dat ze zich daar verder kunnen ontwikkelen en als er iets niet goed gaat, dat er ook naast onderwijzers ook instanties zijn die meekijken hoe het misschien anders kan. Heeft u zelf wel eens gespijbeld? Ja, dan moet ik natuurlijk zeggen nee, maar natuurlijk wel. Volgens mij spijbelt iedereen wel eens. En af en toe eens een keer spijbelen, dat hoort er misschien ook wel bij. Maar als je spijbelt omdat het niet goed gaat in het gezin of omdat er problemen zijn en het langdurig wordt of omdat je heel lang ziek bent, kijk, dan is het wel belangrijk dat er iemand is waar je je gesprek mee kan hebben en die kan zorgen dat het dan weer wel beter gaat. Nou, wat we niet willen is dat een ambtenaar leerplicht een boze vrouw of meneer lijkt te zijn die alleen maar komt straffen als het niet goed gaat. Nee, dat is iemand die met je meekijkt, die met je meedenkt en die er hopelijk voor zorgt dat iedereen in het Bredaanse onderwijs op de juiste plek zit. Vandaag hebben we zowel met een groep 8 van een basisschool als met mbo-studenten die straks in het onderwijs gaan werken, hebben we daarover gesproken om ook die afstand tot leerplicht, wat misschien toch wel een beetje spannend klinkt af en toe voor jongere kinderen, om die afstand een beetje te verkleinen. Want uiteindelijk gaat het ons erom dat ieder op zijn plek zit en ieder zich in het onderwijs kan ontwikkelen.